Nou, daar zijn we weer. Hallo, dit is DenkTank, een spel waarbij we de antwoorden cadeau geven en vaak nog een leuk bedragje ook. Dit zijn de kandidaten voor vandaag. Ik ben Geert van Selee uit Amsterdam en ik mag graag een balletje opgooien. Ik ben Antke Vertuin uit Leeuwarden en ik mag graag een potje bommen. Ik ben Christophe Rustewiel uit Breda en ik kom deze keer de DenkTank leeg halen. Laten we eens kijken hoe we nou weer aan van die leuke kandidaten zijn gekomen. Dag Christophe. Hoi. Welkom terug bij DenkTank, want je hebt al een keertje aardig verdiend hier, hè? Ja, ik heb al de vorige keer meegespeeld. Ja. En ik dacht dat ik toen een prijsgeld had van iets in de 1600 gulden. En alles is goed aangekomen? Ja hoor, uitstekend. We hebben je niet tekort gedaan? Nee, zeker niet. Succes vanavond. Goed, bedankt. En de keer. Hallo. Brandende vraag, wat is bommen? Bewegen op muziek. Het is een soort, ja, aerobics lijkt het wel wat op. Het is zeer vermoeiend. Maar je bent geen bommoeder, dat is weer wat nee, anders. Nee, dat, dat is een hele andere sport. Ja, het is een hele andere sport. Okay. Zou ik me ook niet verlenen. Succes vanavond. Oké. Okay. Ben ik ervan. Hi, Geert. Hoi. Je mag graag een balletje slaan. Wat voor balletje? Een tafeltennisballetje. Ah. Ik ben heel fanatiek tafeltennistrainer. Dus ik speel zelf ook wel, maar ik geef meer training. En vooral aan jonge kinderen op dit moment. En dat is heel leuk om te doen. Maak je snel en alert, dat hebben we precies nodig. Hier komt de eerste ronde van DenkTank. In de eerste ronde is het eigenlijk heel makkelijk. Maar toch leuk. We geven alle antwoorden cadeau in dit spel. Alleen, we doen er wat gemene instinkers bij. Zo staan er straks 5 op het bord die er eigenlijk niks mee te maken hebben. De andere 11 zijn goede antwoorden en die zoeken we. Elk goed antwoord levert geld op en daar gaat het onze kandidaten om. Ons gaat het om de leuke vragen en hier is de eerste. Noem de 11 diergeluiden. We zetten er weer 16 neer. Wat zijn de echte? Geert, jij mag beginnen. Mekkeren. Is mekkeren een diergeluid? Ja hoor. Schapen en geiten doen dat. Krassen. Je leert er ook wat van. Krassen, is dat een dierengeluid? Ja. Krassen, raaf, uil, kraai. Blazen. Blazen. Ook goed. Niet alleen katten, maar ook ganzen blazen trouwens. Je hebt al 150 gulden. We hebben er nog 8 hoor. Kwelen. Kwelen. Een dierengeluid. Het poëtische, lieflijke gezang van vogels noemen we kwelen. Geert, als je een instinker kiest, kijk uit, er zitten er 5 in, dan ben je al die centen kwijt. Balken. Balken. Goeie. Geluid van een ezel. En dan geef ik hem door. Enteke, hallo, je debuut. Ja, tateren. Tateren? Hoe gaat het dan? Is goed. Vogeltjes die tateren. Vogeltjes die tateren. Ik weet het niet. Ja, dat is waar. Gesnater en gekwetter van vogels heet tateren. Knuffen. 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 Ja, knuffen is knorren als een varkentje. Naarmate we verder komen in het bord worden ze steeds meer geld waard. De volgende daar geven we 200 gulden voor. Maar kijk uit voor die instinker. Ik geef hem door. Mm-hmm. Ja, verstandig. Heel leuk. Christophe. Hoe zit je in de diergeluiden? Nou, in wat er nu nog staat, heel slecht, Er zitten er echt nog 4 tussen. Ik gok balderen. Balderen, een diergeluid. Ja. Het welbekende roepen van de ouwerhoender in de paartijd. Wie kent het niet uit zijn achtertuin? Ik geef hem direct door. Ja. Je hebt 200 gulden verdiend. Geert, je staat op 375. Gaat mooi, hou ze vast. Tjuiken. Tjuiken. Knap hoor. Dat is het sterke, genuanceerde geluid van zangvogels. Dat noemen we tjuiken. Vaste. Ja, een handig woord. Doe er je voordeel mee. Wat doe je? Pasje? Gerrebekken. Gerrebekken. Oh, knap hoor. Kwetteren van vogeltjes heet gerrebekken. Je hebt 850 gulden. Er zit er nog eentje in. Welke is het? Ik geef hem door. Ah, je waag je er niet aan. Enteke. Dat was een grote gok. Ik gok walsen. Walsen. Een diergeluid. Nee. Zonde van dat geld. Ja. Jammer. Dat walsen is een paringsdans uitvoeren, wat dieren doen. Maar het ging ons echt om diergeluiden. Christophe.
gok toch maar op Worken. Worken. Ja. Potje Worken. Ja! Knap gedaan. Worken, dat is het kwaken van kikvorsen. En dat was de laatste die erin zat. Dit waren de instinkers. Braken, flossen, dat doe je tussen je tanden. Kniezen, dat doe je als je straks verliest. En kienen, dat is een soort bingo. Die zochten we niet. Zo gaat het in DenkTank. En we hebben nog veel meer leuke vragen. De volgende is de tweede vraag in de eerste ronde. Ook weer eentje met 11 uit 16. En een tipje is altijd om eerst te kijken naar de instinkers. Welke zijn het niet? Dan kom je vaak makkelijker bij de goede oplossing. Volgende vraag. Noem de 11 ijshockeytermen. Om ons even in conditie te houden. De 11 ijshockeytermen. En Geert, de beurt is aan jou. Een goalie. Een goalie. Is dat een tafeltennisser? Nee, hartstikke goed. Een goalie is de doelverdediger bij het ijshockey. 25 gulden om mee te beginnen. Hooking. Hooking. Hooking is vasthouden met stick. Foul. Foul. Dat is een overtreding. De puck. Ja. Dat is de schijf waar ze mee spelen. Tripping. Tripping. Ja. Als je iemand laat struikelen met de stick, dan trip je hem. Referee. Je weet alles van ijshockey ook. Tafeltennis, zei je toch net? Knap hoor. Referee is de scheidsrechter. Bodycheck. Hij maakt even het hele bord schoon. Klopt dat, bodycheck, een ijshockeyterm? Is het? Een duel met het lichaam, dat is reglementair toegestaan. Dus Enteke, kijk uit als hij dat doet. Het mag volgens de regels. Geert, je hebt 700 gulden. Offside. Ja. Offside, buitenspel, ook in het ijshockey. Nou zitten er nog 3 in en die andere 5, dat zijn missers. Powerplay. Powerplay. 1-1. Achter elkaar. Een powerplay is een man meer situatie. En dat geldt in dit verband geloof ik zeker. Want je hebt al 1125 gulden aan ijshockeypegels bij elkaar gescoord. We hebben er nog 2. Dan geef ik hem door. Aha. De leukste heeft hij voor jou bewaard. Striker. Een striker. Ja, dat krijg je. Helaas. Jammer. Een striker is de slagman bij het cricket. Jammer. Christophe? Ja, dat is voor mij ook gokken. Pokecheck. De pokecheck. Pokecheck is de puck aannemen door de stick plat op het ijs te drukken. Levert je 250 gulden op. Er zit er nog eentje in. Wil je het proberen? Die laat ik graag aan iemand anders over. Geert, daar was ik al nou van. Wordt het lastig. Ga je gokken of weet je hem? Ik moet hem gokken. Rink. Rink, een ijshockeyterm. Ja! Knap gedaan. De rink, dat is gewoon de ijsbaan. En dit waren de instinkers. Hit en run. Dat is een honkbalterm. Een sulky, dat komt uit de paardensport. Een strafcorner, die hebben ze niet bij hockey. Bij ijshockey niet, bij hockey wel. Laat ik het goed zeggen. En een scrum, dat is een rugbyterm. Dat waren de goeie en de instinkers. En we gaan ook eens kijken wie er is ingestonken. En wie we overhouden, welke twee we overhouden voor de tweede ronde. De stand nu... Na deze tweede vraag is Christophe 250, Geert 1400 gulden dankzij het ijshockey. En de totaalstand is 2250 gulden voor jou, Geert. Christophe 725 gulden en Enteke, het zet je net niet mee. Nee, ik zou het niet. Wat je had verdiend, hadden we in de geldtank gedaan, maar er komt niks bij. Hij was gelukkig al rijkelijk gevuld en hij blijft staan op het bedrag van 20.175 gulden. Gaan we straks hopelijk voorspelen in de finale. Kort maar krachtig. Bomzen. Tot een andere keer. Oké. Okay. Dag. Geert en Christophe zijn de kanjers van vandaag die doorgaan in de tweede ronde van DenkTank. En Geert heeft buitenlandse plannen. Hij is goed in ijshockey, maar ook in tafeltennis, zoals hij al eerder vertelde. Wat ga je doen in het buitenland, Geert? Ik is de bedoeling dat ik april volgend jaar begin met een opleiding in Keulen voor tafeltennis trainen. Maar dan ben je nog beter. Ja, succes. Ik hoop het.
Christophe, jij snoekert graag, herinner ik me van de vorige keer. Dat klopt. Heb je nog nieuwe trucs opgedaan? Nou, ik heb wel iets af kunnen kijken, een tijdje geleden in Winschoten. Ja. Want daar speelde Ronnie O'Sullivan tegen Mario Weerman. Wauw, oh, dat heb ik net gemist. Ronnie O'Sullivan is de nummer 7 van de huidige wereldrankinglijst. Dus een van de beste spelers ter wereld. En Mario Weerman is dus Nederlands kampioen geweest. Dus ja, als je dat mee mag maken live aan de tafel, dan is het heel leerzaam en leuk. Kijken of dat ook geldt voor onze tweede ronde. Er zit weer genoeg leerzaam materiaal in. In de tweede ronde gaat het net iets anders. Het is een soort veiling. Geert en Christophe gaan straks bieden op het aantal antwoorden. Er zitten er 8 in, 4 zijn instinkers. En als iemand zegt dat hij er 6, 7 of 8 denkt te weten, moet hij ze ook allemaal eventjes geven. Ah, het is simpel, er is niks aan. Eerste vraag, noem de 8 beroepen. Ja, makkelijk, we geven ze ook nog. Moet je nagaan. 8 beroepen zoeken we. Het is mannen onder elkaar. Geert, de eerste bot van jou alsjeblieft. Hoeveel weet je er? 3. 3 beroepen. Christophe? 4. Nou, kijk. 5. Ja, zo mag ik het horen. Even tellen hoor. We hebben er 8. U hoeft niet te tellen, wij hebben 8. Hoeveel ik er weet. Ja, dat weet ik ook niet. 6. 6. Ja. Geert, wat doe je? Dan mag je het voor proberen. Laat maar kijken, zegt hij. Christophe, graag 6 beroepen. Een cargador. Cargador, een beroep. Ja. De scheepsbevrachter noemt zich een cargador. Een heier. Heier, beroep. We voelden hem aankomen. Iemand die heit slaat palen in... Een kompel? We hebben nog 4 nodig. Is dit er eentje? Ja. Kompel is een mijnwerker. Nog 3. Hospes. Hospes. Is dat een beroep? Ja. Een persoon bij wie je woont voor geld. Jij krijgt geen geld, maar hij krijgt dan geld. Ja, nu wordt het wat lastiger. De heliograaf. Kun je heliograaf worden? Nee, dan moet je hele rare toeren uithalen. Een heliograaf is een instrument voor fotografische opname van de zon. Juist. Jammer, levert je geen punt op, maar kans voor jou, Geert. Kans voor open doel. Om maar in tafeltennistermen te blijven. Nou, nee. Maar wel een mooie kans op een eerste punt in deze tweede ronde. Als je even 1 goed antwoord geeft. 1 goed beroep zoeken we maar. De Vletterman. De Vletterman. Ja! En wat is dat dan? Ik denk dat dat degene is die de flat bedient. Ja, ja, die vaart of baggert met een platte boot. Nou, dat is knap. Een mosselman, die bedient de mosselen. Ja, een koopman in mosselen. Een zoutzieder, dat is de zoutbereider. En een drost, dat is de historische term voor een rechterlijk en bestuursambtenaar. Hier is de volgende vraag. Noem de 8 soorten boerderijen. We geven er 12. En het eerste bod van jou graag, Christophe. Vijf. Zes. Stevig begin. Geert? Zes. Christophe, wat doe je? Nee, ik doe geen 7. Oké, Geert, we willen ze graag van je zien. De type boerderijen. Je bood 6. Ik hoop dat je het haalt. De Stjelp? Stjelp boerderij. Bestaat. Langwerpige boerderij in Groningen en Friesland. De Gesloten Hoeve. Gesloten Hoeve. Vind je in Zuid-Limburg. De gebouwen staan dan in een vierkant. De Stolpboerderij. Stolpboerderij. Doe je goed. Typisch voor Noord-Holland. Old-Amsterboerderij. De Old-Amsterboerderij. Die staan in Groningen. Ja, 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 dat gaat mooi. Je hebt er nog 2 nodig. De Kempische boerderij. De Kempische boerderij. Zoeken we die. Yes! Veel in Noord-Brabant en Limburg. En de laatste. De Zaanse Schans. Zaanse Schans. Ja, ik hoorde de deskundige in het publiek al roepen. Nee, Zaanse Schans, dat is het toeristische oord vol houten huisjes bij Zaanstad. Ja. Dat is jammer. Christophe, kans aan jou om het gelijk te maken. Noem 1 goed type boerderij, een bestaand type boerderij.
Ik moet ook wederom gokken. De lange gevel. Oeh, is dat goed? Ja! De langgevel is de meest voorkomende boerderij in België. En dit zijn de andere twee goede. Een hallehuis is een Deense boerderij. Een loshoes. Dat komt veel in Twente voor. Het loshoes. Een soort boerderij. En de instinkers waren Grunniger Kauk. Dat is Groninger Koek natuurlijk. Holzbauer is een architect. En een schippertje, dat is een kleine varensgezel. Dat is wel een klokje nagenoemd. Maar geen boerderij. Daarmee is het 1-1 geworden. Het spant erom. Volgende vraag. Noem de 8 films waarin mannen vrouwen spelen. Hoe komen we erop? 8 films waarin mannen vrouwen spelen. Denk er maar zo vandaan. Geven wij de titels vast. Geert. Hoeveel? 3. Mm-hmm. 5. Kijk. Gelijk 2 er bovenop. Wat doe je nou? Nou is het lastig. Hè? 5 is altijd een rotgetal in deze ronde. Daar mag hij het voor doen. Ja. Ik weet het niet. Ja, ja, ja. Christophe, laat maar kijken. 5 films waarin mannen vrouwen spelen. 4 van de titels die je ziet zijn instinkers. Tootsie. Dustin Hoffman verkleedt zich omdat hij als acteur geen werk kan vinden. Kiss of the Spider Woman. Kiss of the Spider Woman. Nee. Nee, William Hurt speelt geen vrouw daarin. Nee. Jammer. Toch nog een kansje, Geert. Mrs. Doubtfire. Maak hier 2-1 met Mrs. Doubtfire. Ja! Robin Williams is de huishoudster in Mrs. Doubtfire. En dit waren de anderen die we zochten. The Mouse That Roared zie je Peter Sellers in meerdere rollen. Waaronder die van de vorstin. La Cage aux Folles is een travestiefilm. Torch Song Trilogie. Dat is het verhaal van een man die alleen succes heeft als travestiet. Some Like It Hot met onder meer Tony Curtis en Jack Lemmon in een damesorkest achter Marilyn Monroe aan. Tenue de la Soirée. Dat is een film van Gérard Depardieu, die zich ook uitgebreid verkleedt. En Arsenic and Old Lace is een film waarin je Sir Alec Guinness in 7 rollen ziet. Waaronder die van een dame. Die andere nog even snel. Victor Victoria. Ja, Julie Andrews speelt in die film een man die een vrouw speelt. Dus dat zochten we net niet. Yentl, Barbara Streisand en All of Me met Steve Martin. Hij speelt niet de vrouw. Dat doet Lily Tomlin. Hé, wat een verhaal. Het staat 2-1. Geert, als je 1 punt erbij scoort, sta je in de finale. En ruik je al aan die rijk gevulde geldtank. Komt-ie. Noem de 8 pop-art kunstenaars. Hier zijn ze, alle 12. Christophe, het eerste bod van jou, alsjeblieft. 4. 5. Laat je niet gek maken, jongens. Wat je biedt, moet je ook waarmaken. 6. Daar mag je het voor doen. Je laatste kans om gelijk te komen. Ja. Succes, Christophe. In ieder geval kunstenaars. Andy Warhol. Andy Warhol, beginnen we mee. Ja. Misschien wel de bekendste. Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, zoeken we die. Yes. Die naam maakt stripplaatjes in het groot. Dwayne Hansen. Dwayne Hansen. Een pop-art kunstenaar. Is hij. Hij maakt van die plastic mensen die net echt lijken. Je hebt er al 3. David Hockney. Ik ben op de helft. Ik hoop dat hij goed is. En dat is hij. We werken met zwembaden en zo. Oh, Christophe, nog 2. Wat ga je doen? Ga je gokken? Ja, het is bijna allemaal gokwerk. Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg. Ja, dat is ook goed. En de laatste? Die erboven, Klaas Oldenburg. Klaas Oldenburg, kennen we die van de pop-art? Ja! Je wist niet dat je het in je had. Nee, geweldig. Zeker niet. En wie is dat dan, die Klaas Oldenburg? Geen idee, ik ken er eigenlijk maar 2. Nou, knap gegokt, dat zit je mee. Er zaten er nog 2 in, Mel Ramers, Naakte Dame op een Stier. Staat hier? Oké, okay. Waarom zit hier geen foto bij? Jammer. George Segal, dat is ook een pop-art kunstenaar.
Dat heb je knap gedaan. Dat werd 2-2. De instinkers waren Graham Nash. Dat is een popartiest, muzikant. Lorenzo Bernini, Italiaans beeldhouwer, architect van rond 1600. Jerry Garcia, popmuzikant. Piet Mondriaan, dat is een Nederlandse schilder, pionier van de Nederlandse schilderkunst, moderne schilderkunst. Tijd voor een barragevraag, want het is gelijk 2-2. Moeten een schifting maken. Dus hier is de vraag, wat hoort er in dit rijtje niet thuis? Dit zijn ze. Geert heeft gedrukt. Weet hij het? Fuerteventura. Fuerteventura, is dat goed? Ja. Klopt! Gefeliciteerd. En waarom? Nou, dat is een van de Canarische eilanden voor de kust van Afrika. De rest zijn Griekse eilanden. Kos, Rhodos, Samos, Zakynthos en Kreta. Die zochten we niet. Heeft hij knap gedaan. Slagvaardig en snel op tijd gedrukt. Christophe, je had 725 gulden. Jammer dat er nou op deze manier een eind aan moet komen. Ja, ja, ik zag hem ook wel, maar ja, later dan Geert. Ja, nou, zo gaat het. Niks aan te doen. Die 725 piek die je had, die wil ik terug. Ik krijg ze niet mee. We laten het bij de uitbetaling van de vorige keer in die 725 gulden storten we in onze geldtank. Die komt ermee te staan 20.900 gulden. Ja, Geert staat al te likken waarde. Christophe, dank je voor je medewerking. Ja. En je bent een heel eind gekomen weer. Net niet tot de tank. Helaas. Tot een andere keer. Goed. Dag. Hij komt uit Amsterdam. Geert Gorsele. En hij staat in de finale van Denktank. Dag Geert. Hi. Je tafeltennist, je studeert ook en je vult vakken in de supermarkt. Ja. Wat wil je nou worden als je groot bent? Tafeltennis trainen. Ah, oké. Okay. Zit hij helemaal op koers. En dit maakt onderdeel uit van het plan van je leven. Dit is een belangrijk moment. Mm. De finale waarin je kans maakt op die geldtank. Hier is de vraag. We zetten 12 antwoorden en 60 seconden neer in ons systeem. En we vragen aan jou de 6 tekens uit de Chinese astrologie. De haan, de geit, het zwijn, de rat, de aap en de salamander. Check het. Hoeveel zijn er goed? 5. Welke zet je uit? Salamander niet, os wel. Os. Is dat goed? Ja! Keurig! Dankjewel. Kat in bakkie, de vraag. Met 41 seconden op de klok. Heb je een duidelijke mogelijkheid om door te gaan voor onze geldtank? Laat me even de financiële gevolgen voor je schetsen. Ja? 2250 gulden had je al verdiend. Die 41 seconden die je over had, vermenigvuldigen we met 100 gulden. Ja? Dus 4100 gulden plus die 2250 kom je op 6350 gulden. Heb je nu al verdiend. Maar in die tank zit nog 20.900 gulden. Ja. Als je nog een keer zo'n kunstje weet te flikken in die 41 seconden, kom je dus totaal op 27.250 gulden. Simpele vraag, wat doe je? Ik ga het proberen. Ja! Ja! Ik zet alles weer even op 0 voor je. Verstand op 10. Blik op oneindig. En hier komt je jackpotvraag. Kies de 6 kaartspelen. Muziek. Casino, Wiest, Skaat, nog 2. Piquet en Salta. Check het. Het zijn er al 5, wat is de laatste? Je hebt nog 28 seconden. Salta wordt Pachisi. En hoeveel zijn er nu goed? Blijft 5, oké. Okay, Pachisi wordt Napoleon. Ja! Je gaat naar huis met 27.250 gulden. Kun je een heleboel tafeltennisballetjes van kopen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goed gedaan, hij wist het. We zijn de volgende keer graag weer. Dan gaan we nog een potje vluggelen. Tot Denktank. Dag. Goed, hé. Hey. Ja. Dag.